hobby- en tuincenter, de Koster. De oudste dochter van het gezin, Joyce, was op het moment van de brand niet thuis. Maar ze verloor wel in één klap haar vader, moeder en zus. Met de plechtigheid gisteravond wil Joyce de herinneringen aan haar familie levend houden. Precies een jaar geleden breekt er een woningbrand uit boven het hobby- en tuincentrum De Koster in de Koning Albertstraat in Weelde. De zaakvoerder, zijn vrouw en een dochter komen daarbij om. Een andere dochter is op het moment van de brand niet thuis, maar zit op kot te studeren. Zij blijft alleen achter. Gisteravond komen familieleden en vrienden bijeen op het grasterrein tegenover de winkel om de slachtoffers te herdenken. Op die manier wil Joyce de herinneringen aan haar ouders en zus levend houden. Men zegt soms, we willen hen hier gedenken. Maar mogen dit samen zijn vooral een krachtbron zijn om ons verdriet verder te kunnen dragen en te voelen dat we niet alleen zijn. Ik denk dat ze daardoor toch een hart onder de riem wordt gestoken. En hoewel het verdriet voor haar immens en onbeschrijfelijk is eigenlijk, ik denk dat niemand van ons kan vatten hoe zij afziet en hoe zwaar zij lijdt. Maar toch denk ik dat die kleine dingen, de dagdagelijkse ondersteuning en dan vandaag de algemene ondersteuning van iedereen hier samen, dat ja, een stukje kan bijdragen tot het verwerken, hoewel je misschien dit nooit verwerkt. Tijdens de plechtigheid hangen vrienden en familieleden zelfgemaakte sterren in een boom waarop ze iets persoonlijks hebben geschreven. De boom staat symbool voor de ouders en de zus van Joyce. De sterrenboom krijgt later een plaats in Joyce haar tuin. Op zo'n moment zijn er veel dingen die je met woorden moeilijker kunt uitdrukken. En dan is de kracht van een symbool ongelooflijk sterk. We hebben dat ervaren met de uitvaartplechtigheid vorig jaar. Heeft Joyce 3 trossen ballonnen losgelaten op het kerkhof. Dat was beweging van loslaten, van het moeten laten gaan van haar ouders en haar zus. Dat sneed door merg en been, dat was heel sterk. En vandaag wilde ze iets doen om haar ouders en haar zus meer naar hier te halen. Aan het einde van de plechtigheid neemt ook Joyce nog even het woord. Een emotioneel moment voor iedereen. Het is pas nu, wanneer het echt te laat is, dat ik besef hoeveel die huiselijke sfeer voor me betekende. Ik had het getroffen om door jullie opgevoed te worden. En alles wat ik doe, doe ik om jullie trots te maken. Jullie zijn mijn rotsen, maar voornamelijk mijn trotsen.